Ja. Tapeje. Jammer van die barst hierin. We zijn in het Stedelijk Museum. Dit valt mij meteen op en dit gaatje hier. Kijk, dit is toch ook leuk om erin te doen? Je hoeft je nergens te vervelen. In een volkomen kaal wachtkamertje zie je nog prachtige barsten in de vloer zitten. Moet ik zo staan? Zo? Zei je dat? Of nee. Oh, juist niet. Oh ja. Tikkie. Eerst jij, kijk. Ja, je vindt het gewoon leuk dit. Ja. Eigenlijk die appel inderdaad hier, ik denk dat ik dat vrij zeker weet inderdaad. Ja, ik twijfel nog of die toch beter daar moet, maar daar gaan we zo over kijken. We hebben op dit moment zijn we de hele rechterbovenvleugel aan het inrichten met de collectie. En we hebben een hele beroemde collectie hier in het Stedelijk Museum van kunst uit de jaren 60 en 70. Er is toen veel aangekocht van kunst die echt heel nieuw was, eigenlijk nog niet zoveel in musea getoond werd. En de toenmalige directeuren, Willem Sandberg en Edi Wilde, die kochten goed en vroeg aan. En dat laten we hier nu zien. De laatste. Ja, en twee. Ja. We hebben een paar Nederlandse kunstenaars die we uitlichten waar we solozalen aan wijden. En Wiep D. Schippers is daar één van. Kunst is gekkigheid. Als je iets mooi vindt, dan wil je de vreugde deelachtig maken, om het maar deftig te zeggen. Ik bedoel, als je hier nou ineens een hele bijzondere vogel voorbij ziet vliegen, dan ga ik er niet zo zitten kijken en ik zie een mooie vogel. Nou ja, dat zie ik dan maar. Dan ga ik meteen zeggen, moet je kijken. Dat wil een mens. Die wil meteen dan die vreugde. En daarom wil ik ook exposeren. Dan heb ik iets gemaakt. Denk, jeetje, moet je kijken. Dit en dat. En dan wil je het laten zien. Een mooie omgeving, Armand hier. Ja, dat heb je natuurlijk zo bedacht. Ja, oh, kijk nou. Jeetje, dat zijn wel ontzettend grappig. Ja? Oh, oh. Ja. Hey, ik wil ook wel eens vragen, waarom moet hij in een ding? Dat ja. Weet. Omdat mensen er aan zitten? Mm-hmm. Maar dat kan hij wel hebben, toch? Ja. Hij kan zelfs buiten staan. Maar ik wil wel eens met ze over praten. Ja, maar het wordt ook wel weer zo grappig, heel esthetisch. Ja, dat is ook waar, ja. Ik vond die afronding, dacht, daar moet een petje op. En dit is in iets uit een wasmachine, geloof ik. Je kan alleen maar dingen rangschikken die er al zijn. Alles is er toch al? En creativiteit dat je uit niets iets zou maken, dat is natuurlijk onzin. Met schrijven ook, wat schrijvers doen, die zetten het alfabet in een andere volgorde. Dat is ook, hè? Ze gebruiken allemaal woorden die er al zijn. En in beeldkunst doe je het ook. Ik zeg wel eens voor de grap, als je naar een boom kijkt, hè, dan zeg je, oh wat mooi. Dan ga je toch ook niet zeggen van, maar wat stelt hij nou voor? Dat is een soort hele rare vraag. Hè? Of waar gaat het over? Ik zat op de kunstnijverheidsschool, wat tegenwoordig Rietveld Academie heet, hier vlakbij, om de hoek. En ik was niet weg te slaan in het Stedelijk. Ik heb prachtige tentoonstellingen gezien als Bewogen Beweging en Die Labi. Ik was straatarm en ik leefde van gevulde koeken en pennywafels en weet ik wat. Maar ik ging ook vaak naar openingen in het Stedelijk. En toen zag ik een keer in de hal beneden liggen foldertjes of stenceltjes waarin je werk kon inzenden voor de gemeenteaankoop. En daar heb ik wat ingevuld. Ik heb wat tekeningen, pentekeningetjes gemaakt. En die heb ik vervolgens verkocht. Nou, Wim T. zegt zelf altijd van, waarom moet altijd alles ergens over gaan? Het is er, is dat niet voldoende? Ik denk dat het gewoon is. Je moet er gewoon naartoe gaan en het gewoon in je opnemen. En natuurlijk kun je dan ook de tekstjes op de muur gaan lezen en rare titels erbij proberen te duiden. Maar het hoeft niet. Het is gewoon wat het is.